ongemakkelijk. In het theater zijn we bezig met voorstellingen, performances, installaties. En we zijn vooral aan het kijken van wat voor fenomenen, rituelen zijn er in Friesland, maar ook in Groningen. En toen kwamen we erachter dat er eigenlijk net zoveel snackbarren als dorpshuizen in Friesland zijn. Toen dachten we, ah, daar moeten we iets mee. En toen kwamen we met het idee om snackbakjes te maken waar mensen in liggen. En het interessante is aan een snackbar is dat iedereen gaat er naartoe. En wij wilden iets met dat, dat snelle consumeren doen. Waar consumeren we nog meer snel in, dus koopjes, vliegreizen, tatoeages, we zijn veel breder gaan trekken. En we zijn van die snelle snackervaring zijn we een soort mindfulness ervaring gaan maken. Dus in plaats van dat je iets snel consumeert, ga je liggen en je ondergaat het eigenlijk. Je bent een soort vlees geworden frikandel ben je geworden, die daar... Met het weer lekker gebraden. Ja, lekker gebraden, lekker gefrituurd worden. Nee, het is een leuk contrast. En waarom laat je dit nu zien in Groningen? Nou, Groningen, Friesland. Het is wel een beetje vloeken in de kerk natuurlijk, ja, dat is zeker wel. Maar ja, ik was ook even bang, want sommige bakjes zijn ook in het Fries. Maar het is wel Fries-Nederlands en de meeste dingen kun je gewoon verstaan. Ja, niemand vindt het eigenlijk erg. Ja, en ik kom uit Veendam, hè? Dus dan is het ook wel legitiem. Oké, vooruit. Nou, ik ben wel benieuwd. Jee, erin. Let's do it. En dan mag jij in het midden gaan liggen. Wat ongemakkelijk. Ja, best. Ja, lig je dan. Oké. Ik hoor wel een leuk muziekje al. Voor ik het weet, sta ik in die winkel met mijn pinpas in mijn handen. Dat waarschijnlijk, die heeft een consequentie. De consequentie is pijn en het is voor altijd. Als het die consequenties niet zou hebben, dan verliest het ook zijn betekenis. Ja, ik vind deze bikinis toevallig heel erg leuk nu allemaal, dus dan wil ik ze ook allemaal hebben. Nice. Maar wel echt relaxed. Kom, we gaan weer lekker rechtop zitten. Ik vond het best wel shocking eigenlijk. Als ik dan die verhalen hoorde, ik herken het, meer willen hebben, meer geld verdienen en dan meer uitgeven. En zo blijf je eigenlijk maar doorgaan. Dus ik vind het wel een mooi onderwerp. Ik vind het wel leuk dat jullie dit aankaarten. Het is een soort oneindige honger wat nooit gestild wordt. Er zit wel echt iets zit in ons mens. En ja. dat de marketing daar echt op inspeelt. Ja. En dat het veel groter is geworden omdat we nu zo rijk zijn en best wel welvarende samenleving wonen. Als we honger hebben, gaan we zo straks naar achter en halen we te eten. Ja. Als we iets willen zien, dan gaan we op onze mobiel en kijken we nu een serietje. Dus ja, alles wordt steeds sneller en makkelijker. Wat hoop je te bereiken met deze snackbakjes? Gewoon dat je een stukje bewustzijn erop hebt. Dat je misschien bewust wordt van de dingen die je hebt. Dat je denkt, nou, ik kan nog iets nieuws kopen, maar ik heb ook al best wel veel. Ja. Dus we hebben echt heel veel in deze samenleving. Ja. Dat even denken en daarna wel even poffertjes halen op Noorderzon natuurlijk. Ja, zullen we zo poffertjes halen? Ja,